Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Gaat lekker? Mooi. Nou, je gaat ook goed hoor. We hadden een wild weekendje, kan ik vertellen. Dan is het maandag en dan word je wakker en denk je, ik weet niet of dit verstandig was. En ik zie je vertellen, dat heb ik best wel vaak. Je denkt, ik weet niet of dit weekend past bij mijn conditielevel en leeftijd. Maar ja, je leeft maar één keer en als ik zo doorga, niet zo bijzonder lang. Als jullie denken, wie staat er nou de hele tijd heel hard doorheen te schreeuwen? De ruitenlapper is er, hoe weet je dat? Ramenglazen was er. Ja. En die op een of andere manier schreeuwt die de hele tijd aan mensen die voorbij komen lopen. Dus schrik niet, ja? Mooi. Wat heb ik onder het doosje? Nee, wat zit er onder het doosje? Laten we wel een beetje tekst vast blijven, alsjeblieft. Wat heeft onze Achmedje opgestuurd? Laten wij gaan kijken. Ook Calvé-pindakaas. Prima, prima, prima merk. Wat heb ik met Calvé-pindakaas? Alles. Want Calvé-pindakaas is de basis. Snapt u wel? Je hebt basisproducten. Het moederschip. Ja, dat hebt u wel. Het moederschip. Kijk, ketchup is Heinz ketchup. De rest, en die heb ik ook wel eens gereviewd, is meestal niet te bikken. Soms een uitzondering, zoals de Albert Heijn huismerk tomatenketchup. Die heb ik toen een goed cijfer gegeven. Maar ik koop het niet, want ik koop Heinz, snap je wel? Als ik pindakaas koop, koop ik Calvé. En er zijn heel veel, nou, er zijn heel veel soorten pindakaas tegenwoordig. Niet normaal. Ja, niet alleen goedkopere of huismerk of wat dan ook, maar ook allemaal met rare smaakjes in gedoe. Dat zal dit ook wel wezen, maar... Nog steeds, er staan misschien 25 potten pindakaarsen waar je uit kan kiezen. Gaat altijd Calvé met Jantje mee naar huis. En dat is de gele in de kilo verpakking. Die is zo. Dat is niet normaal groot. En waarom zo groot? Ik heb twee zoons van 12 en die bunkeren gewoon zijn pot per week door. Overigens, dat gezegd hebbende, pindakaas is extreem voedzaam. Ik zeg niet gezond, maar extreem voedzaam. Als ze naar honger naar Afrika gaat, omdat daar weer gedoe is, dat is altijd gedoe. En dan hebben ze allemaal kinderen die liggen, liggen er zo bij, want die hebben ze honger. Die geven ze dus lepeltjes pindakaas. Die zitten aan een soort pindakaasinfuus. En voor je het weet zijn ze weer opgekrabbeld. Mooi hè, er zit heel veel bouwstof in. En dan zeggen ze, Calvé pindakaas, wie is er niet groot mee geworden? Nou, ik ben niet zo groot, maar ik ben wel daarmee oud geworden. Afijn, wat hebben we hier? Want deze... Is met grove stukjes. De donkerbruine is de normale. Ik zie dat drie andere. En kijken, dit is toch met stukjes. Ja, stukjes pinda. Oranje. En die zegt, extra crunchy. Dat is toch niet, ze hebben er toch geen karamel in geflurpleurd, hè? Zonder toegevoegde suiker. Dus wat er crunchy in is, dat zou ik niet weten. Maar dat zoeken we nog uit. Ach, pindakaas light. Nou, dat ik vind dat onzinnig, want ik vind dat pindakaas niet light moet zijn. Maar goed, we zien wel of het een andere smaak geeft. En dit is dan pindakaas creamy. Dat vind ik smerig. Kijk, want het woord smeuig is ook gekoppeld aan Calvé pindakaas. Het woord smeuig is al natuurlijk licht ranzig. Maar als je er dan nog meer creamy maakt... Voor mij hoeft het allemaal niet. Ik heb liever gewoon de basis. Die ken ik. Dus dat die bewaar ik van het laatst. Extra crunchy is leuk. Creamy. Nou, weet je, we doen het wel zo. Want dan begin ik gewoon met die pindakaas. Extra crunchy, dat doe ik zo. Meteen. Oh, is een beetje smerig misschien met mijn vinger. Kijk, straks ook de apenpokken. Basis, goede pindakaas. Brokjes zijn wat groter. Is wel goed. Ja, je hebt over die pindakaas, hè. Kijk, ik lepel het nu droog het potje heb, maar het plakt niet gelijk met helemaal huig. Je hebt ook van die goedkope pindakaarsen. Als je die dan een hapje van neemt, dan zit zo'n hele kwak in je verhemelte verbonden. Verschrikkelijk. Daar hebben we bij de volgende zeker geen last van. Wat is de creamy? Ja, de creamy is natuurlijk... Kijk, dit zit harde blokjes in en dit hebben ze helemaal aan zalf gemaald. Lijkt mij dat dat het verschil is. Dat hebben ze net zo lang zitten te vermalen dat je, ja, dat het gewoon, ja, hier is gewoon een soort half. Smeer het trouwens niet in mijn bakker.
ja, de kalfvee pindakaas smaak. Dus het smaakt wel naar. Alleen het is helemaal ja, aan pulp gedraaid. Het is zo zacht. Het is hartstikke prima. Vlekken ze er dan iets extra's bij, of niet? Ingrediënten. 74% pinda. Plantaardige olie. Dextrose en zout. Hoeveel hier zit 81% pinda in. En hetzelfde natuurlijk. Ja, het is ook maar hetzelfde. Dus hier zit gewoon wat minder pinda in en meer olie. Dat is eigenlijk wat het is. Hoe zit het dan met de Kalfvee Light? Wat hebben ze daar dan mee gedaan om het light te maken? Ik ga voor jullie kijken. En ik zal je vertellen. Ja, 77% ja, pinda en plantaardige olie. Dus 77, hier 81. Dus de light versie heeft 4% minder pinda's. Maar de smeuïge, die 74% pinda's heeft, en dus minder pinda's dan deze, heeft even kijken, 663 calorieën per 100 gram. En deze dan 533 calorieën. Ja, hoe ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Maar het is in ieder geval light geworden. Nou, is het ook minder lekker. Want dat heb je vaak met light producten. Ja. Ik weet je. Kijk, nou, je kan het niet zien. Helemaal vast aan mijn vreemdelte verplakt. Ja. Dit is precies waarom ik een hekel heb aan andere merken pindakaas dan Kalfvee. Ik vind de smaak ook minder. Hij is te dik. Hij is te droog. Hij hangt achter in mijn huig. Begin het al niet aan die troep. En om het af te sluiten, de Kalfvee pindakaas extra crunchy. Wat zit daarin? Om het crunchy te maken. 85% pinda's. Nou, dat is wel heel veel zeg. Dat is het meeste pinda's van allemaal. Ja, voor de rest is het allemaal dezelfde troep. Maar wat is er dan zo crunchy aan? Het ziet eruit als gewoon pindakaasje. Komt ie. Ja. Er zit gewoon wat meer pinda's in. En de brokjes zijn nog groter. Nog groter dan die. Het is gewoon kouwe. Crunchy. Ik heb veel van die jongens zeggen bij Kalfvee pindakaas. Maar ze zijn wel heel slim. Want ze hebben hier vier verschillende soorten gemaakt. En wat is nou eigenlijk het verschil? Er zit overal hetzelfde in. Hier hebben ze iets minder gemalen en iets meer pinda's in gedaan. Dan zeg maar de normale. Hier hebben ze datzelfde proces gedaan, maar iets minder. Dus dit zijn dan de nootjes en dit is dan de extra crunchy. Dat is het verschil, ja. Een paar procent pinda's, dat is alles. Deze is niet te bikken, maar ja, daar zit eigenlijk ook geen verschil in. En deze hebben ze gewoon een gort gemalen en wat meer olie erbij gemieterd. Kind kan de was doen, heb je wel vier verschillende soorten. Terwijl eigenlijk gewoon het allemaal hetzelfde is. Waar het niet dat de light niet te bikken valt. Tijd voor de cijfertjes! En ik ga iets doen wat pijn in het hartje doet. Namelijk een onvoldoende geven aan de firma Kalfvee pindakaas. En dat snijdt door mijn ziel. Mocht ik die hebben. Light pindakaas is niet te bunkeren. Waarom? Het is te droog. Het blijft in je huid plakken. En het heeft ook niet de basissmaak van Kalfvee pindakaas. Dan kan je net zo goed een goedkope pindakaas kopen. En dat doen we dus niet. Light is gewoon... Dat maakt me verdrietig. Die krijgen gewoon een 4. Ja, keihard. Ook voor moederbord merken. Moederbord? Moederschip. Nee, wel alweer een voldoende voor de extra smeuïge creamy pindakaas. En die pindakaas is gewoon zo vermalen dat je geen brokjes pinda meer tegenkomt. Maar wel heel glad en smaakvol. Het is gewoon, ja, Kalfvee pindakaas is hartstikke goed, joh. Maar ik hou van dat er een pindaatje te kragen valt in mijn pindakaas. Deze keer wel een 6 hoor. De extra crunchy is mij even een beetje te crunchy. Het lijkt net of ze hier gewoon een zak hele pinda's in hebben gepleurd. Twee keer ze hebben gedaan en klaar is klaar. Nee, dat gaat dan weer te ver. Edoch, prima pindakaas, die krijgt een 7. Ja, niet zoals dat altijd gaat als ik van tevoren roep dat iets mijn merk is en mijn soort. Wint die? Ja jongens, dit hele review kanaal heet Jans Reviews. Het is een ego document. Het gaat erom wat ik lekker vind. Ja, voor de rest heeft het geen enkele waarde. Maar deze vind ik dus super lekker. Die geeft mij een 8. Dit is
Het is, je hebt de basispindakaas met het bruine dekseltje en het gele dekseltje is net iets minder vermalen. Maar wel heel lekker. Een 8. Hartstikke leuk. Ik heb in mijn hele leven nog nooit zo'n droge bek gehad na een review. Maar het is wat het is. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doeg.